Landbouwkundig ingenieur Assaat Al-Khalaf nam afscheid van het Natuurhuis waar hij bijna een jaar lang meewerkte in de moestuin. Hij kreeg een huis toegewezen in Raalte. Zijn papieren zijn rond en nu mogen zijn vrouw en kinderen overkomen naar Nederland. Assaat, je vrouw en kinderen zijn nog in Syrië in het aardbevingsgebied. Hoe hebben zij zich gered? عائلتي تعيش في الشمال السوري الذي ضربها الزلزال وهم يعيشون في أوضاع سيئة جدا فهم يخافون أن يرجعون إلى البيوت لأن البيوت أغلب البيوت تم تهديمها من قبل الزلزال أو فيها شقوق فهم ينامون في الساحات أو في المساجد ووضعهم سيء جدا جدا جدا. Assaat maakte, zoals hij het zelf noemt, een doodsreis om veiligheid voor zijn gezin te zoeken. لمصاعب كثيرة على الحدود من قبل الدرك ومن قبل الطبيعة كانت قاسية جدا. أنا تعرضت في المرحلة الثانية إلى حالة تسمم نتيجة المياه الملوثة. المهم بالأخير الحمد لله تيسرت معانا الأمور وصلت إلى هولندا. Alhamdulillah, kan het ijraat. Assaat, dank je wel voor alles wat je in de tuin gedaan hebt. En voor het meedenken. En zeggen van, moet niet zo, het moet anders. En voor je blijheid en je sociale contacten. Dank je wel. Dank je.